En wij voelen ons nou weer echt mens. Club Goud en de Stad Schouwburg Nijmegen bedachten samen theater op locatie. Dat betekent dat inwoners van een zorginstelling een middagje uitbeleven in hun eigen omgeving. Vandaag zijn ze in Boszicht en de belangstelling is groot. De reden dat wij meedoen met dit project is dat we altijd op zoek zijn naar nieuwe en mooie dingen voor onze bewoners. We komen natuurlijk uit een tijd van corona waar heel veel dingen niet konden. En nu er weer wel dingen kunnen, gaan we natuurlijk zoveel mogelijk daarop af. Ja, het is inderdaad niet zomaar een voorstelling. We maken er echt een feestje van. De Rode Loper gaat uit. We hebben koortjes meegenomen, een glittergordijn. De bezoekers worden echt in stijl ontvangen. We hebben kaartjes uitgedeeld van tevoren. Ze proberen echt een beetje dat theatergevoel na te bootsen. Bewoners vinden het fantastisch. We hebben al in het begin inderdaad via ons Bosnieuws wat maandelijks uitkomt. Dat is een krantje. We hebben het aangekondigd. Dat bewoners zich daarvoor konden inschrijven. Dat er inderdaad een echt entreekaartje zou komen. Dus op het moment dat die entreekaartjes in de brievenbus lagen, was het we gaan beginnen. Ook nog even onduidelijkheid van gaan we dan echt naar de Schouwburg? Nee, de Schouwburg komt naar ons. En de bewoners zitten al 3 kwartier van tevoren te wachten voordat ze de zaal binnen mogen. Omdat ze het zo ontzettend leuk vinden. We gingen met mijn man altijd het school. Had een kaartje voor die voorstelling. Ja, dat is over. Hè? Maar ik vind het wel leuk dat we erheen kunnen. Het is echt zo, echt Schouwburg. Echt een uitje. Dus. Echt een uitje. Ja, daar maak ik niet vaak mee. Hè? En wij voelen ons nou weer echt mens dat we dit nou krijgen. Ze werden in het ledikant al heel gauw goede maatjes. Maar toen ze 's morgens opstond, vond ze alleen maar volle draadjes. Een meneer zei zelfs, het is voor het eerst dat ik in mijn leven over een rode loper loop. Nou ja, dan ben je rond de 90. Hoe fantastisch is dat? Heel fijn is toch aan deze coronatijd, is dat je out of the box gaat denken. Je gaat niet denken in wat kan er niet, maar in wat kan er wel. En dan kom je dus bij fijne mensen uit en fijne plekken waar je hopelijk in de toekomst ook weer eens mee kan samenwerken. Dus daar zijn we wel echt ontzettend blij mee. Ze breiden een mooi lijfje.